het is gewoon heel belangrijk dat we die wedstrijd gaan winnen. En dan kom je op 9 punten. En dan hoop je dat Telstar wint van Jong Utrecht. Nou, dan staan we gelijk met Jong Utrecht. En ja, dan ga je met 14 punten ga je de winst op in. Ja. En 9 punten verschil dan met Achilles? Ja, dan ben je klaar. Ja, ja, zo zeker ben je wel, hè? Ja, zo zeker ben ik wel. Want als we die winnen, dan is het gewoon klaar. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat ze er goed in zitten? Want als ik de training zag, dan zag ik best wel een paar aardige combinaties. Ja, dat vond ik ook. En je ziet ook dat we heel veel vertrouwen hebben. En dat komt ook natuurlijk door die 2 wedstrijden in Bos. Waar het niet heel goed, soms goed ging, soms wat minder. Maar oké, tegen Telstar hebben we prima gedaan. En nu op de training, dat zie je 2 punten. Dat maakt weer een wereld van verschil. En dat zie je alles met het, dat zie je ook op de training ook. Ja. Of komt het misschien ook door de mindere weerstand, omdat je best wel veel jongens uit de tweede mee laat trainen? Ja, dat is natuurlijk ook. Dat kan ook. Nou, maar ik kijk wel naar ons naar de eerste helft. En die deed het gewoon uitstekend. Wat we moesten trainen, heen in snelle omschakeling. En wat we graag willen tegen Achilles, kwam er ook uit. En dat zag ik wel terug. Ja. Je doet ook niet heel veel moeite voor mij om je basiself te verbergen. Nee, want we hebben niet veel anders. Dus we hebben Alessio komt er in plaats voor Anthony Berestein, want die heeft wat last van zijn ondervoet. Dus die gaat niet redden. En de rest blijft gewoon hetzelfde. En nou ja, waarom zouden we wisselen? En Alessio, als je het zo ziet, zeg maar, hij komt terug naar een disciplinaire straf. Ja. Die heeft wel iets extra's af en toe, hè? Ja, maar daarom speelt hij ook hier. Hè? En, nee, maar kijk, natuurlijk is hij even gestraft. Nou, daar heeft hij hoop ik van geleerd. En ja, we hebben hem nodig deze wedstrijd. En ik hoop dat hij wel kan laten zien. Je zegt, ik heb weinig keuzes. Op je middenveld heb je op zich wel keuzes nog met Chacon en met Vleugels. Ja. Toch laat je het gewoon staan zoals het tegen Telstar stond. Ja, want ik vond het prima gaan. En er is ook geen reden om te wisselen. Ricky van Haren, die miste ik vandaag. Ja. Je zei, die was ziek afgelopen vrijdag. Is hij dat nog steeds? Ja, nog steeds. Okay. Ja. Dat is wel heel erg lang. Nou ja, als je niet fit genoeg bent om te trainen en je hebt griep gehad, dan houdt het op. Hè. Okay. Want wat heeft hij dan precies? Ja, dat moet je hem vragen. Okay. Als hij griep heeft, heeft hij griep. Ja. Dat is, als hij niet fit is, is hij niet fit. Heel duidelijk. Okay. Maar die komt nog wel gewoon terug hier? Nou, ik hoop dat hij wel vrijdag erbij is, ja. Maar dat zien we zelf wel.